De verkiezingen voor de Tweede Kamer, een foto-expositie van Fotogroep Breda en mijn plek met de bekendste trommelaar van onze stad. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij vanavond graag de Bredaanse gebeurtenissen van afgelopen week zien. We beginnen met de verkiezingen. Breda kreeg de afgelopen week hoog bezoek vanuit Den Haag. Verschillende lijsttrekkers bezochten onze stad om campagne te voeren. Op de SP! Ja, je moet toch proberen de mensen van overtuigen dat de SP staat voor een maatschappij waar we eerlijk het geld verdelen. Waar we staan voor respect voor iedereen, waar we staan voor alle doelgroepen en waar we staan gewoon voor een veel socialer beleid. Ja, het is de laatste dag voor de verkiezingen om mensen nog op te roepen echt te gaan stemmen en dan natuurlijk op de SP. Stem op de SP! Nou ja, het is hier, het is prachtig weer, het is een prachtige stad. We hebben ontzettend veel vrijwilligers op de been gekregen. Ja, dus hier staat een gelukkig man die uitziet naar morgen. Mensen zijn niet voor niks zo boos. Er is gewoon een grote groep mensen die vergeten wordt. En deze groep mensen proberen wij nu ook te bereiken. Nou, vanavond natuurlijk nog het slotdebat bij de NOS. Die wordt ook nog heel belangrijk om nog de laatste twijfelaars naar de SP te krijgen. Met name op thema's als zorg, als zekerheid. Vaste banen, vooral voor jongeren bijvoorbeeld. Nou, als mensen denken, ja, dat zijn echt grote thema's, dan weten ze waar ze morgen moeten zijn, bij ons. Ik ben heel goed dat Imre Roemer vandaag weer naar Breda komt, zodat we nog eens een keer onze kleur rood kunnen laten zien. En wat wij hier kunnen bereiken is bijvoorbeeld, ik zit zelf op het armoedebeleid. En er is nog zijn nog iets van 8.500 huishoudens in Breda in de armoede. En bijna 4.000 kinderen die leven in de armoede. En wat ik zelf heel belangrijk is, vind, dat we er echt eens gaan kijken van wat kunnen we daar echt effectief aan gaan doen. Heeft u al wat zenuwen voor morgen? Ja. Ja, ik draai er niet omheen. Dat zijn altijd spannende momenten. En hoe dichterbij het komt, hoe spannender we het vinden. Maar dat is heel logisch. Ik zou gek zijn als ik dat niet had. Welkom bij een nieuwe Vraag op Straat. Nou, de lente is meteorologisch gezien begonnen. De jasjes gaan open en morgen gaan de stembussen open. Ja, en de vraag op straat is, gaat Breda stemmen en waarop? Morgen gaan de stembussen open. Waar gaat u op stemmen? Voor nu op de ChristenUnie. Partij van de Arbeid, ja. En waarom precies? Ik sta achter hun beleid en ook omdat ik zelf christen ben. Dus ja, lijkt me ChristenUnie ook wel een slimme keuze. Ja. Ik heb heel lang getwijfeld, heel lang. Maar ook vooral vanwege dat het beleid van de afgelopen 4 jaren... hebben ze eigenlijk toch te weinig hun sociale gezicht gezien tegenover de VVD. Maar als ik nu zo de debatten volg, dan is het toch mijn partij. En dat is daar eigenlijk altijd al geweest. Waarschijnlijk op Forum voor Democratie. Nou, wij zijn nog steeds 7e, maar we hebben een paar alternatieven. Waar we vanavond eigenlijk nog een kort gesprekje over zullen hebben samen met mijn vrouw. We zullen gaan doen, morgen. We hebben er een aantal keer de stemwijze gedaan met een aantal vrienden ook. En er kwam Forum voor Democratie ook uit. En de punten, daar ben ik het wel mee eens. Dus welke partijen zweeft u? Ja, nou, tussen de SP en 50PLUS en GroenLinks. En we hebben net ook flyers gekregen van Bertolt. En die hebben we ook al een paar keer op televisie gezien. Dus we hebben eigenlijk nu 4 ploegen waar we op moeten stemmen. Dus we zweven gewoon. Ja. Toch voor Nederland, voor het land zelf waar ze voor strijden. En ik weet niet of je zelf bekend bent met de punten van Forum Democratie. Redelijk, ja. Nou, ik kan me er heel goed in vinden. Dus ik sta wel achter hun mening en achter hun standpunten. En morgen gaat u naar de stembussen toe? Ja, zeker wel. Zeker wel. Stemmen doen we altijd. Maar vanavond gaan we eventjes samen rond de tafel en dan beslissen we eventjes. De
De biljetten liggen klaar en de rode potloden zijn geslepen. Er kan weer gestemd worden. Wij van Breda Nu namen een kijkje bij het stembureau op het stadskantoor. Ik vind het belangrijk om een stem uit te brengen, omdat je eigenlijk... Ja, je maakt wel deel uit van de maatschappij. Ik ben van mening dat mensen vroeger hebben gestreden voor ons om te stemmen. En er zijn heel veel landen waar het nog niet mag. Dus als je een beetje een mening wil hebben in de samenleving hier in Nederland, dan moet je gewoon een stem uitbrengen. Als je iets wil zeggen over de politiek, dan zul je ook een stem uit moeten brengen. Want als je er een mening hebt, dan zullen we dat moeten uit in een stem. En ja, misschien lijkt het alsof er niet heel veel verandert, maar... Ja, je hebt wel meteen het gevoel dat je meedoet aan de beslissingen die in Nederland gemaakt worden. Ja, je probeert een partij te vinden die bij je eigen normen en waarden past en waar je zelf voor staat. Alleen, ja, ze hebben allemaal wel wat waar je... Dus dat maakt het wel heel moeilijk om een keuze te maken. Als je niet gaat stemmen, mag je ook niet zeuren als het niet bevalt. En op wie heeft Breda gestemd? Met 27% van de stemmen blijft de VVD de grootste partij in Breda. D66 haalt bijna 15% van de stemmen binnen. De PVV met partijleider Geert Wilders stijgt een klein percentage, maar GroenLinks boekt de grootste zegen en eindigt in Breda met ruim 10% van de stemmen. Natuurlijk was er naast politiek ook nog ander nieuws. Zo vierde Fotogroep Breda hun 65ste jaargang met een foto-expositie. Fotogroep Breda bestaat dit jaar 65 jaar. Om dit te vieren werd in muziekschool Nieuwe Vesten een tentoonstelling geopend door wethouder Marianne de Bie. Nou, hier dat ene project, hè, Ontmoeting met God, hè, dat schilderij van Karel Appel, dat hangt dus aan deze wand. De rest van de ruimte hier, dat hangt allemaal vrij werk. Want zoals ik in het openingswoord al zei, hè, de fotografen van Fotogroep Breda, we werken met projecten, maar ze doen ook een heleboel vrij werk. Daar gaan ze zelf op pad en dat hangt hier allemaal. Er hangt heel veel, want vanmorgen hebben we zelfs mensen werk mee terug moeten geven. En er is nog net niet gevochten om de meter, een meter extra. Dat het allemaal erin past. Ja, het past er allemaal net in. Want hoeveel leden heeft u nu? Wij hebben nu 27 leden, bijna 29. Want er heeft zich vorige week heeft zich iemand aangemeld. En net tijdens de expositie heeft iemand zich ook al aangemeld. Die wil eens komen kijken om met het idee om lid te kunnen worden. Wat is uw thema met uw foto's die hier hangen? Nou, ik ben een paar weken geleden naar een danswedstrijd geweest. Omdat mijn kleindochter op een dansschool zit. En dat is allemaal street dance en urban dance. En ik weet allemaal niet precies hoe het heet. Maar daar ben ik gaan fotograferen. Dat was voor mij de eerste keer dat ik in een theater ging fotograferen. En op zich best moeilijk, want bij zoiets... verandert het licht iedere seconde. Dus dat was voor mij best een uitdaging om daar te fotograferen. Nou, uiteindelijk, ik heb daar denk ik 70, 80 foto's gemaakt. En dan ga je thuis kijken op de computer wat er goed gelukt is, wat mooi is geworden, wat boeiende beelden zijn. En ik heb deze 7 beelden die achter mij hangen, die heb ik daar voor uitgezocht. En ik moet zeggen, ik ben er zelf heel erg blij mee. Ja, ik hoorde u nog zeggen voor het interview dat het onderwerp wapperende haren is. Ja, dat klopt. Ja, ik heb me vooral gefocust op wapperende haren. Ja, dat heb ik... Want dat maakt het extra moeilijk. Ja, dat maakt het extra moeilijk, maar dat maakt het juist ook wel boeiend natuurlijk. Ja, vind ik. Ja. Tot wanneer kunnen de mensen hier komen kijken? Deze expositie blijft hangen tot 7 april. Ook kwam er deze week het een en ander voorbij op social media. NAC Breda speelde maandagavond tegen Fortuna Sittard en was met 2-0 te sterk voor de Limburgers. Daarnaast is de club bezig om het trainingscomplex te moderniseren in samenwerking met de Engelse club Manchester City. Deze week vierde hardlooptrainer Kees de Beer van AV Sprint zijn 80ste verjaardag. Al 48 jaar geeft hij met veel plezier hardlooptraining en nog steeds is hij berensterk. Vanwege de invoer van de legale wietteelt zijn er enkele ondernemers met grote plannen om van de koepelgevangenis een grote wietkwekerij te maken. Afgelopen week kwam naar buiten dat de balkons van 160 appartementen in Brabant Park onveilig zijn. Deze week zijn daar mogelijk nog eens 48 appartementen bijgekomen. De gemeente is deze week begonnen met het analyseren van de riolering in het Ginneke. Er zijn daar vele klachten binnengekomen vanwege een rattenprobleem. Op 22 maart zal het onderzoek gaan beginnen en in juni zullen de resultaten hiervan bekend worden. Het klinkt alsof daar werk aan de winkel is. Net zoals in de Haagse Beemde, waar een van onze kijkers haar arm brak door een val over losliggende stoeptegels.
eindigen dit weekoverzicht met onze rubriek Mijn Plek. In Mijn Plek laten bekende en markante Bredanaars hun favoriete plek in Breda zien. Deze week was het de beurt aan de man die bijna dagelijks het centrum van Breda opflirt met zijn muziek, Richie Martina. Beter bekend als de trommelaar van Breda. Ik heb voor Valkenbergpark gekozen, omdat ik vind hem een leuke plek in Breda, een soort plek van vrijheid midden in de stad. Ik heb goede herinneringen aan. Nou, de speeltijd nu kwam ik vaak met mijn kinderen spelen toen ze klein waren. Kwam ik heel vaak hier met mijn kinderen spelen en als het mooi weer is, dan als het mooi weer is, dan zet ik mijn drumstel daar en dan ga ik lekker zitten spelen. Dat vind ik heerlijk. Het is een beetje natuur. Er lopen hanen rond, de kikkeleki en zo. En ook parkfeesten en zo, dat vind ik ook heerlijk. Hè? Wat vind ik mooi aan Breda? Hoe moet ik het verklaren? Ja, ik ben hier komen studeren, mijn jonge jaren. Ik heb altijd naar mijn zin gehad, zo'n beetje. Ik vind het gewoon leuk. Leuk entourage. Lekker stappen. Veel mooie vrouwen. Ja, dat zeg ik altijd. Oh, goed, ja, het is gewoon leuk. Ja, ik heb het naar mijn zin. Ja, ik vind het heerlijk trommelen en zingen en zo. Ik kan nog niet zo mooi zingen, maar dat ben ik heel hard aan het werken. En het wordt steeds beter. Dus. Ik ben Richie Martina, dit is mijn plek. Dankjewel voor het kijken naar het weekoverzicht van Breda Nu. Mocht u meer willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website en op social media. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.